een review voor jullie. Ik heb namelijk van Irresistible Me deze krultang opgestuurd gekregen met 8 opzetstukken. Het is de 8-in-1 Sapphire Girding Wand van Irresistible Me. Toen ik deze binnenkreeg met de post was ik met mijn beste vriendin en we waren zo enthousiast dat we hem gingen unboxen en samen uit gingen proberen. Dus ik weet al een beetje hoe die werkt en wat ik ervan kan verwachten. Ik ga straks ook nog eventjes demonstreren hoe je deze gebruikt en eventjes mijn hele haar in de krul zetten. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik nog eventjes het een en ander hierover vertellen. Als eerst als je hem openmaakt, heb je hier de grootte staan. Hier alle informatie wat voor functies die allemaal heeft. En hier zit hij dan uiteindelijk in. Ik ga hem er even uithalen. Oh. Je krijgt hem dus opgestuurd in een rol en dat is hartstikke handig als je op vakantie gaat of hem ergens mee naartoe moet nemen. En als je hem dus openrolt, heb je hier dus alles in zitten. Het zijn dus 8 verschillende opzetstukken met allemaal verschillende groottes en vormen. 4 van de 8 hebben gewoon een normale vorm, die zijn gewoon rond. En dat varieert dus per grootte. Als je gewoon een hele subtiele, losse krul wil, moet je deze gebruiken. En hoe kleiner je gaat, hoe strakker je krul dus wordt. En dan heb ik daarnaast 4 wat vreemdere vormen, waarvan ik heel erg benieuwd was wat voor krulsen nou uiteindelijk zouden gaan maken. Deze heb ik al uitgeprobeerd samen met mijn beste vriendinnetje. Je krijgt dus meer volume bij de aanzet en de strakkere krul aan het eind. Hierbij is het dus precies andersom. De kleinere krul zit bij de aanzet en dat wordt steeds groter en losser. En dan heb je ook nog de Pearl. Nou, prachtige naam. En die heb ik uitgeprobeerd bij mijn beste vriendin. Wauw, wat klinkt dat fout. De krul hiervan vond ze heel erg mooi. Ja, hij gaf gewoon een mooie, ronde krul. De Pearl. Dit is dus het apparaatje. Er zit een heel makkelijk koord aan. Heb je hier een aanknopje, kun je hiermee de hitte verstellen. En heb je hier het display die de hitte aangeeft. En het leuke daarvan is dat hij echt optelt op het moment dat hij aan het opwarmen is. En als hij helemaal opgewarmd is, dan kleurt hij groen. Je zet hem op zo'n manier op. Goed aandrukken en dan draai hem naar het slotje en dan zit hij vast. Trouwens nog even handig om te weten, hij komt met een Amerikaans stopcontact. Dus je hebt zo'n adapter nodig om hem in Nederland te kunnen gebruiken. Ik krijg deze trouwens er ook bij. Dit is een hittebestendige handschoen voor het geval je brandt. Nou, ik heb me al verbrand, maar ja, ik weet niet. Ik vind het niet handig om dat aan te hebben terwijl ik mijn haar krul. Dus ja, ik ben eigenwijs en ik vertik het, maar het is wel goed dat het erbij zit. Hij kleurt groen, dus hij is klaar voor gebruik. Dus ik ga mijn haar verdelen en ik ga het voor jullie demonstreren. Dit is het eindresultaat. Ik heb gewoon voor het mooie mijn extensions ook maar gekruld en ingedaan. Ja, dat vind ik toch wel een stuk mooier met zo'n krul. Daar ben ik wel even mee bezig, maar dan heb je ook al wat. Ik vind het er wel super cool uitzien. Wil je nou meer weten over de krultang, ga dan even naar de link onder in de beschrijving. En ik heb ook een leuke kortingscode voor jullie. Met Irresistible Dionne krijg je 10% korting op alle artikelen bij Irresistible Me. Dus ga even naar de link onder in de beschrijving. Ga gewoon eens uitchecken wat ze daar allemaal hebben en nou ja, deze is in ieder geval helemaal goedgekeurd. En dan zie ik jullie volgende week alweer. Doei!